Parlementariër Cedric van Samson is geen voorstander wanneer het aankomt op de online kansspelen, de vele gokhuizen. Volgens hem moet dat allemaal aan regulering toe. Maar hoe moet dat stukje regulering nu plaatsvinden? Dat is waarover we dan ook spraken met parlementariër van Samson, die als volgt hierop inging. Nou, meneer Ganesh, u moet goed begrijpen. We delen nu met een fenomeen dat eigenlijk zich na jaren heeft ontpopt als zijn een gevaar. Ik heb het ook net aangehaald in het parlement, dat wij hebben gehad volksvertegenwoordigers die hier hebben gestaan en hebben gezegd: regering, u verleidt mij om te zeggen dat u een gokfaciliterend beleid voert. Als ik het correct heb, was het André Misikaba die dat heeft gezegd. En als we kijken toen die parlementariër al had gewaarschuwd voor een gokfaciliterend beleid toen, daarom bigisma etaki en no asem deze awiri efadona watra epori. Dus er is een bepaald beleid gevoerd waarbij er zoveel vrijheid gegeven is aan kansspelen en gokspelen, dat er een wildgroei is ontstaan. We zijn gegaan van 1 trekking per dag naar 52 trekkingen per dag. Maal 900 shops. Staan we erbij stil hoeveel geld dat nodig is om de gezinnen, de huishoudens te draaien, gewoon vast zit. En het is belangrijk dat we eerst begrijpen wat het effect ervan is. Want je ziet het als je in bepaalde buurten gaat, auto's zijn vanaf 's morgens geparkeerd. En dat begrijp ik mijn collega Jakri. Ik begrijp Nishaya waar ze het over heeft. Wanneer landbouwers met hun tractor en al voor een bettingshop stoppen. En die man blijft spelen. We zijn maar lassa moni van kunstmest. En wij blijven winnen bakken. En man nou winnen en wij gaan leni. De man nou alleen aan mijn moeder zijn kon voeren. Dan gebeuren er vervelende dingen. Het effect van die gokverslaving is groot. Maar hoe pak je het aan? Want ik krijg veel mensen die me gewoon zeggen: sluit jullie al die dingen op! Maar dat kan ook niet. Omdat een eenmaal verleend recht, je hebt die man een vergunning gegeven. Het momentje die man morgen stopt, is die man morgen bij de rechter. Dus je gaat in die overgangsbepalingen dat zodanig in die wet moeten verwerken. Want ik kom daarop straks terug. Omdat die overgangsbepaling moet ervoor zorgen dat wij gaan van die 900, het is nu 30% minder. Maar met 30% minder ben je nog net op wat mijn collega Yogi aangaf. Dan zit je nog op die 600 zoveel. Willen we 600 bettingshops in het land? Dus het is nu vechten tegen de vrijheid van de mens, want je gaat de mens die vrijheid moeten ontnemen. Maar het is ook vechten voor die verantwoordelijkheid die wij als volksvertegenwoordigers hebben om het volk te beschermen. Vandaar dat ik het betoog van mijn collega Ednel ook heel goed kan begrijpen. Maar er is een grijze vlak, maar we gaan de knoop moeten doorhakken. We gaan besluiten moeten nemen die niet in het voordeel zullen zijn van sowieso de exploitanten van deze gokspelen. Maar die wel in het voordeel gaan moeten zijn voor die samenleving die we willen. Want ik kan me nog herinneren dat er voor de verkiezing zelfs gevallen waren van scholen op coroni. Waarbij kinderen met de earpiece gewoon zaten te spelen op hun telefoon. Niet spelen, maar gokken. En wanneer die leerkracht ingrijpt, wordt ze ook nog bedreigd. Dus, meneer Ganesh, het is ernstig. En we moeten die maatregelen nemen. En we gaan niet geit en kool kunnen sparen. Maar je weet dat we geen kampioen zijn, hè, heer Van Samson, in overgangsbepalingen. Dus dat is het. Daarom heb ik de nadruk daarop gelegd. Omdat ik weet dat precies daar hapert het. Want natuurlijk, we hebben een situatie geconstateerd en we willen er vanaf. Maar hoe ga je er vanaf? Je kan niet briep-brap ingrijpen, daarom zei ik het ook. Je kan niet als een olifant in een porseleinen kast tekeer gaan. Nee, je gaat moeten werken met beleid en die wet zo dusdanig maken dat die overgang niet ervoor zorgt dat je te veel mensen broodeloos maakt, maar dat het gewenste effect wel gehaald wordt. Dus daarom zeg ik, we moeten die overgangsbepalingen strakker zetten, want je hebt die toestemming zelf verleend. Wat Misikaba eens gezegd had, is waar geworden. Een gokfaciliterend beleid is gevoerd toen. En nu zitten we met de gebakken peren daarvan. En hoe gaan we die peren ontbakken? We moeten ze ontbakken zonder om een tientje te creëren. Dus ik zeg, we moeten in die overgangsbepaling ervoor zorgen dat wij strakkere regels maken om het terug te brengen. En er tegelijkertijd ervoor te zorgen dat wij meer aan voorlichting doen om die gezinnen bewust te maken van het effect van gokken. Maar wat weet u wat het de samenleving aan doet denken, heer Van Samson? Aan de bekende gezegde, we laten die dief gaan, pak de dief, we schreeuwen allemaal pak die dief. Dus wanneer we nou die wildgroei hebben gecreëerd,
weet je. Daar werken we een beetje van achter naar voren. Ja, die wildgroei is nu gecreëerd. Men heeft de ruimte geboden en nu gaan we dan willen aanpakken. Ja, en daarom zeg ik, het is niet gisteren ontstaan. En er zijn ook mensen geweest die eerder hun bezorgdheid hebben geuit. Dat wat Misikaba toen heeft aangegeven. Regering, u verleidt mij om te zeggen dat u een gokfaciliterend beleid faciliteert. Dat gokfaciliterend beleid is gevoerd. En wanneer die mensen al die vergunningen hebben gehad, die bettingshops konden opzetten, dan is er een bepaalde jurisprudentie ontstaan voor de mensen om door te kunnen handelen. Het momentje zegt dat jij nu daarin verandering wil brengen, dan moet je als wetgever zodanig zelfs gebonden aan wetgeving, dat je jezelf niet in de vingers mag snijden. Maar de realiteit is niet dat we achterstevoren hebben gewerkt. Er is eerder gewaarschuwd. En niet door mij persoonlijk. Maar is er iets gedaan aan die waarschuwing? En dat precies, daar komt het. Is er toen geluisterd? Er is niet geluisterd met 26 zetels in zijn fractie toen. Naar meneer Misikaba. Die misschien vanuit zijn religieuze overwegingen ook aanvoelde dat dit niet een gezonde zaak zou zijn. En misschien toen hij de waarschuwing had gedaan, niet dat ik hem napraat, maar toen, misschien toen hij de waarschuwing had gedaan, hadden toen maar nog 100 gokhuizen. Als er toen ingegrepen was, maar jammer genoeg kan je met een verkiezing de tijd niet terugdraaien. Als dat kon, hadden we met een verkiezing de tijd helemaal teruggedraaid naar toen de koers 1-1 was. Maar dat kan je niet doen. Alle maatregelen die getroffen zijn die door een legitiem gekozen regering, die bieden zekerheid aan Surinamers, ondernemers, aan iedereen. Dus wil je nu daaraan komen, ga je rekening moeten houden met de status quo. En wat is de status quo? 900 bettingshops. Van die tijd toen er gewaarschuwd is. Dus het is niet achterstevoren. Die informatie, die bezorgdheid, was er al bij een andere parlementariër. En heeft het toen al geuit. Is er geluisterd. Daarom zeg ik nu, na het betoog te hebben gevolgd van mijn collega Sampi, dat ik begrijp dat er van twee kanten gekeken zal worden. Maar wij moeten nu hier in het parlement wel achter het volk gaan staan en het volk beschermen. Maar zoals u dat zegt, heer Van Samson, is er toen geluisterd naar die ene parlementariër die toen er schreeuwde. Ik heb de afgelopen periode ook heel wat eigenaren van gokhuizen geïnterviewd. En ook zij schreeuwen, luisteren ze naar ons, je maakt me broodeloos, je gaat aan mijn personeel. What about that? Ja, maar dat zeg ik toch, je gaat die dingen op een weegschaal moeten plaatsen. Het personeel van die 900 shops, en dan plaatsen we dat naast het moreel, ethische, het maatschappelijke ontwrichting van families. Vrouwen die naar hun eigen knie moeten luisteren als ze geen geld hebben. Vrouwen die in een kussen moeten kijken omdat ze gokverslaafd zijn. Het zijn allemaal dingen die gebeuren. Mama die s'avonds uit huis gaat, alleen omdat ze geen geld heeft. Het zijn dingen die gebeuren, meneer Ganesh. Het is hard voor mij, omdat ik heb nog altijd contact met het volk. Ik heb nog altijd Matties ex-collega's die taxi rijden die me zeggen van boy, isap samsam zo. En dan schrik ik om te horen wie nu alles kwijt is, auto kwijt is, alles kwijt is. Gewoon gokverslaving. Dus ik denk dat het belang van die betting shop exploitanten begrijpen we. Maar er is een groter belang. En ik denk dat die betting shops eigenaren en al die exploitanten ook een keertje in de spiegel moeten kijken en moeten vragen van, willen ze allemaal dat? Want het is goed dat je geld verdient, maar wil je zo geld blijven verdienen door hoop van mensen te verkopen? Dat ze rijk gaan worden zonder hard te werken, want dat is wat we doen. We willen mensen het idee geven dat je zonder hard werken geluk kan hebben. En geluk, lady luck, is not to be trusted. Dus wanneer het een keer goed gaat, dan gaat het goed. Maar als het ook goed fout gaat, dan gaat een heel gezin, gaan hele families kapot. Dus ik denk dat als we de belangen op een weegschaal zetten, dat we hier een keuze zullen moeten maken voor wat beter is. Niet alleen voor de bettingshops en hun personeel, maar wat voor heel Suriname beter is. Maar heeft u het hierbij, heer Van Samson, slechts alleen over de 3x3 hokjes of ook die online? Want die online is ook internationaal. Het gevaar van die online is veel groter. Omdat daar heb je geen controle op wie speelt. Daarom kunnen kinderen zelf spelen. En dan mag je reclame maken en zeggen van, je verkoopt het niet voor kinderen. Maar als dat kind heeft gespeeld en het aan de moeder geeft om het te gaan halen, gaat die moeder het gaan halen hoor. Iedereen kan mouw nakken en dan nee, ik wil dat geld niet. Want je dubbelt, je moet niet dubbelen, miwashi. En omdat dat kan gebeuren, en het ook gebeurt, dan moeten wij het volk gaan beschermen. Die toegang tot die telefoon is overal. En we
weten al hoe makkelijk het is om belten goed te versturen, top-up te versturen. Vroeger vrouwen sturen een belkaart voor me. Nu ze sturen een top-up voor me. En als ze te veel top-ups hebben gevraagd, dan krijgen we dingen die je niet altijd kan zeggen overal. En het is jammer. Het is jammer, maar we moeten ingrijpen, we gaan keuzes moeten maken. En je gaat niet iedereen tevreden kunnen stellen, maar er zal een keuze gemaakt moeten worden. En hoe ziet u die online, dat stukje aanpak? Dus kijk. Wat u voorstelt? Er zijn landen die bepaalde applicaties hebben laten blokken. Het is verregaand. Maar als je je land wil beschermen, ga je die applicaties voor jouw land moeten sluiten. Het is hard, want je ontneemt de mensen een stukje vrijheid, maar je gaat de mensen moeten beschermen. We gaan al door een economische zware tijd. Het wordt alleen maar nog zwaarder wanneer je het laatste geld dat je hebt neemt om te gaan dobbelen. Want if I last you aan de kombakken, like sa saiko is in je. Zij sabi tak i dobbel lange laatste want aan de kombakken. Zij sat aan de kombakken. Te you na manengre, kan die yo longo doen wan snel sani mek wan snel money. If you na wan kwa iman, kan die lomp tap wan opsi, i bet wan man. Maar een vrouw, het doet er aan niet voor mekaar money moro snel. En oesap sa kam sa. Gezinnen worden ontwricht. Op den duur lijken kinderen van één moeder en één vader niet meer op elkaar. Een heleboel dingen die kunnen gebeuren. Dus het gevaar is groot. Laten we meer kijken naar die ontwrichting van de samenleving en op basis daarvan een keus maken. Dus u bent geen Suribet ambassadeur? Nee, niet alleen een Suribet ambassadeur niet. Ik ben geen ambassadeur voor wat niet goed gaat werken voor het volk. Toch, kijk, mensen hebben een vrijheid om te dobbelen of om zelf keuzes te maken. Maar tot een bepaalde mate moeten we de mensen niet alleen beschermen tegen de maatschappij, maar ook tegen zichzelf. Daarom zijn bepaalde zaken, alcohol is voor 18-plussers, omdat we je ook moeten beschermen tegen jezelf. Daarom zijn bepaalde dingen verboden, omdat de mens is vrij, maar je moet de mens beschermen tegen zichzelf. En die bescherming komt op basis van wetgeving en regelgeving. En dat gebeurt hier in het Hoogste College van Staten.